U kent het wel, we willen wat aansluiten in de tuin. Het badje voor de kinderen of eventueel een emmer vullen met warm water. En we komen erachter dat de mooie koppelingen, de snelkoppelingen, niet op een keukenkraan passen. Dit is half duims, is gemaakt voor een buitenkraan. Vaak zit er een vloopring in. Dan krijg je 3/4 duims, die is ook gemaakt voor buitenkranen. Maar dat is eigenlijk niks gemaakt voor de binnenkranen. Die hebben M22, dat is een fijn schroefdraad. Daar gaat helaas niet deze koppeling op. Er is een verloopstuk voor. Dat is deze. En als we die erop draaien, dan is de andere kant 3/4. En daar past inderdaad de grotere maat van de tuinkoppeling op. Als we die helemaal erop hebben, dan kunnen we door middel van de tuinslang, de snelkoppeling, simpel opmaken. Hoe monteer je deze? Dat ga ik u laten zien. Eerst wat te doen is deze koppeling eraf draaien. Tegen de klok in natuurlijk. Dan hebben we het water uit de hals laten lopen. Dan hebben we deze koppeling, die draaien we erop. Goed stevig vastje. Eventueel kun je hem vastdraaien met een tang. Pas op dat je hem niet beschadigt. Vaak is aan te raden om eerst iets omheen te doen. Een doek of een stuk papier. Daar de tang op te zetten, dan beschadig je het niet. En dan draaien we de grote maat van de koppeling. Draaien we erop. Als die erop zit, dan is het natuurlijk een koud kunstje om de koppeling met de tuinslang het kinderbadje te vullen voor van de zomer of eventueel een emmertje met warm water wat je nodig hebt. Het voordeel van deze is dat er een schuimonderbreking in zit. Dat zit ook in deze, jongens. Dat is dat gedeelte dat je een mooi zachte staal krijgt. Dat zit erin. Dus eigenlijk kun je deze gewoon erop laten. Je hoeft niet elke keer te wisselen met deze. En dat is het mooie van dit systeem. En als volgende keer dit erop draaien. We kunnen met de slang over en dan doen wat we willen. Desnoods een cv vullen, desnoods een kinderbadje vullen. Lekker makkelijk. En mocht je het willen vullen met warm water. De warm water werkt natuurlijk ook gewoon. Maar buiten helaas alleen het koud water is. Dit was het voor het korte filmpje. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Het is handig om te weten dat we ook tuinslangen nou op een keukenkraan kunnen aansluiten. Eén tip nog, mocht je dat doen. Een aan te raden is eventueel door de slang eventueel vast te plakken op het aanrecht. Want elke liter water is natuurlijk een kilo extra gewicht dat op de hals komt. En als het op de hals komt, is natuurlijk dit gedeelte als eerste wat kan gaan buigen. Daar is mijn advies. Als je de tuinslang aansluit, plak hem vast. Zodat je het gewicht inderdaad verdeelt en dat het niet al het gewicht op de hals komt. Dat verlengt de levensduur van de hals. Ik hoop dat je het erin hebt gehad. Hiermee kun je dus inderdaad een tuinslang aansluiten op een normale keukenkraan. Wat handig kan zijn om een badje te vullen voor de kinderen met warm water, eventueel een cv te vullen of een emmertje water ergens anders te vullen wat niet onder de gootsteen past. Tot de volgende keer.